op kot. We waren dus net aan het rondstappen in het centrum Gent en Emilou, zeg het eens. Ja, dus we waren bezig over dat Sappen nog mooi zou zijn met een oorbelletje. Nog mooier. Wat is de kans dat je een oorbel steekt? Dus. Wat is de kans? Het spel Wat is de kans? Dat is zo'n spel van, dan zeg je twee cijfers, bijvoorbeeld 0 en 10. En dan moet je tot 3 tellen en als je dan hetzelfde cijfer zegt, dan moet je het doen. 3, 2, 1, 5. Let's go! Oh my god, dat is zo goed. Mijn ouders gaan mij zo vermoorden. Maar zo'n klein oorbelletje. Oké, als je ouders echt boos zijn, kun je het na een week nog uithalen en dan zie je het. Inderdaad. Ik zou deze gaan. Allee, dat was het. Oh, het is mooi, het is echt mooi. Cornelia en Emilou hebben de laatste tijd wel echt veel invloed op mijn leven en zo. Door hun ben ik echt anders gaan nadenken. Toen dat hij hier binnenkwam, en dat is insane niet zo lang geleden, was dat nog zo'n babytje, om het zo te zeggen. Gewoon het verschil van Seppe begin dit jaar en Seppe nu is echt gigantisch. Hallo, ik wou iets tonen. Kijk. Je lacht af. Dat is echt dom om te zeggen, want een oorbel, dat is maar een oorbel, maar dat doet echt wel veel. Dat is like echt alsof dat hij hem zo kan uiten wie dat hij is of zo. Seppen is hier op kot naar mij, maar niet helemaal aan het openvloeien. Het doet echt goed. Ja. Sinds dat ik op kot zit, heb ik echt het gevoel dat ik alles kan doen wat ik wil. Mijn ouders kunnen echt niet meer zeggen van nee, je mag dat niet doen. Ik kan eten wanneer ik wil. Hallo, van. Ik kan op café gaan wanneer ik wil. Ik ga zwemmen! Ik kan gaan slapen wanneer ik wil. Goedemiddag. Dat boeit allemaal niet meer, want nu is het allemaal mijn verantwoordelijkheid en zo. Maar fuck! Wat? Nee! Dat is altijd, hè? De vrijheid dat ik nu heb, heeft me wel echt aan het denken gezet over mijn toekomst en zo. De studierichting wat ik nu doe, daar wil ik denk ik later niet meer in de toekomst mee verder gaan. Ik zie mij later de job of zo niet beoefenen. Dus ik wil nu eigenlijk zo snel mogelijk veranderen. Beste, een ECE-student uit de richting sociaal werk. Sociaal werk, wat verder. Moet dan? Ja. Ah. En met deze mail wil ik me uitschrijven van school. Makkelijk, ja, maar jij wil ook het doen. Met deze mail wil ik. Oh, ja, moet je dat doen? Wacht, let me think. Alvast bedankt op het einde. Ja, hier. Ook. Spannend, hè? Ik heb eigenlijk echt een probleem. Gisteren was ik zo op een jobbeurs en in je laatste jaar is het eigenlijk de bedoeling dat je zo al zo'n beetje netwerkt. En telkens wanneer ik zo wat contacten wilde uitwisselen, was het altijd de vraag van heb je LinkedIn? Heb je LinkedIn? Wat is je LinkedIn? Ik zal je toevoegen op je LinkedIn. Dit is dus mijn LinkedIn. Ik heb niet eens een profielfoto. Cornel, kan je me nog even helpen met inspiratie? Inspiratie? Gewoon niet super casual. Het was een lange jas, hè, zo'n zwarte. Ja, dat heb ik wel. Dus dat kan wel. Cornel is zo bezig met grafische vormgeving. En die weet ook gewoon wat een mooie foto is. Wat dat moet uitstralen. I've got my shit together. En ik ben klaar om in het werkleven te duiken. Jong volwassenen. Ik vind het echt moeilijk om foto's te posten. Ik ben veel te zelfbewust over mijn uiterlijk, denk ik. Ik wou dat je neus er anders uitzag, ik wou dat mijn ogen er anders uitzag, ik wou dat mijn haar er anders uitzag. Of social media is echt verschrikkelijk op dat vlak. Dus daarmee, ik neem gewoon geen foto's. En mijn mama klaagt daarover, want zij zegt van van de voorbije 24 jaar heb ik misschien een tiental foto's van jou. Moest je zo bij mijn stage komen doen? Zou je mij aannemen? No. Ja, maar misschien niet bij mode. Oh, mijn hart. Dat is wel mooi. Het is wel, het is casual. Het is casual, maar je hebt nog goed iets gedaan, dus dat is wel lekker. Moet je eens naar boven kijken.
Je moet wel echt helpen kuren. Hé, hey, Corneel heeft wel echt skills, hè man. Check eens hoe bewerkt. En die? Dat vind ik echt mooi. Het lijkt alsof je zo aan het nadenken bent over iets. Jordi de filosoof. Nee, dat is echt een mooie. Let's go. Check deze boy. Oh my god. Eindelijk een foto op LinkedIn.